In de filmwereld gebeuren vaak vreemde en fascinerende dingen. Van stukjes briljante improvisatie en trucjes tijdens de productie tot acteurs die heel ver gaan voor een rol of gewoon een gekke toevalligheid die een film beïnvloedt. Kortom, fascinerende filmfeitjes genoeg. En wij hebben er in deze video een aantal voor je uitgezocht. Dit zijn drie fascinerende en opmerkelijke filmfeiten waar je waarschijnlijk nog nooit over gehoord hebt. Ofwel. Ik bedoel, dat, dat kan. Maar dat maakt deze feitjes zeker niet minder interessant. Ik zou zeggen: laten we beginnen. In de bekende Quentin Tarantino-film Django Unchained zit een scène waarin slavendrijver Calvin Candy, gespeeld door Leonardo DiCaprio, tijdens onderhandelingen in woede uitbarst en daarbij met zijn hand op tafel slaat. DiCaprio sloeg echter een glas kapot en verwonde daarbij zijn hand. Dit was niet gepland, maar de acteur wist ondanks zijn flinke verwonding de scène voor te zetten. Actrice Carrie Washington was niet op de hoogte van DiCaprio's bebloede hand en de veeg over haar gezicht met het bloed is geïmproviseerd. Haar geil van verbazing is dan ook echt. En DiCaprio moest na de scène zijn hand laten hechten. Alle drie de Matrix-films, die openen natuurlijk hetzelfde: met de digitale regen, de alom bekende verticale regels groenkleurige code die over het scherm stromen om de virtuele omgeving weer te geven, waarin mensen in de film onbewust gevangen zitten. Maar wat betekenen al die regels code? Nou, waarschijnlijk niet wat je denkt, want de man achter de iconische code, Simon Whiteley, een productie- en conceptontwerper, vertelde het verhaal achter het design tijdens een interview in 2017. Hij onthulde toen dat de code van de Matrix is gemaakt van, wait for it, Japanse sushi recepten, waarbij hij de tekens uit Japanse kookboeken van zijn vrouw had gescand tijdens de scène in Nightcrawler waarin Jake Gyllenhaal tegen zichzelf schreeuwt in de spiegel, raakte de acteur zo vervuld van woede dat hij bij het dichtgooien van het medicijnkastje de spiegel brak en zijn hand open sneed aan de scherven. Na afloop van de scène werd Gyllenhaal dan ook snel door regisseur Dan Gilroy naar het ziekenhuis gereden en kreeg hij maar liefst 46 hechtingen gedurende een operatie van 4 uur. Dit is Stevens de reden waarom Gyllenhaal zijn hand achter zijn rug in de scène waarin hij solliciteert naar een baan op de sloop, omdat zijn hand toen nog flink in het verband zat. Tot zover deze video vol fascinerende en opmerkelijke filmfeitjes. We gaan dit onderwerp vast en zeker vaker behandelen in andere video's, want er zijn genoeg interessante filmfeitjes te vertellen. Weet jij een heel leuk of interessant weetje uit de filmwereld? Laat het ons dan vooral weten in de comments. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond en je te abonneren op ons kanaal. En tot in de volgende video. Doei!